Goedemiddag, beste kijker van Kultoeren.com. Vandaag zijn we aangekomen in Breda bij True Escape. True Escape is een escape room. Je moet binnen 60 minuten proberen uit de escape room te komen. Ben jij benieuwd wat wij allemaal gaan doen vandaag en wat er allemaal hier te zien is? Blijf dan vooral kijken. Oh my god, Harry is hier. Ja, maar er komt er iemand uit die kast. Ik voel me een beetje vreemd. Deze kamer is nog enger. Ja. Nee. Ik durf niet te kijken. Nou, we hebben het gehaald. We zijn eruit. Maar ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat ik het wel echt super eng vond. Wat vond jij? Ja, ik vond het ook echt super eng. Voor mij echt een beetje te eng. Ik had het wat meer gedurfd, misschien met wat meer mensen. Ik ben best wel een angsthaas, maar ik vind hem echt qua spanning echt top. Echt. Als je wat spannend wil meemaken, is die echt... Het heeft echt een ander tintje inderdaad dan andere escape rooms. Ik vond het persoonlijk echt heel eng. Maar als ik met een grotere groep was, inderdaad zou ik het ook wat minder eng vinden. Maar we hebben het toch best wel goed gedaan, of niet? Zeker weten. Nou, ik ben nu in de True Escape Room samen met... Nicolette Overgouw. En kan u wat meer vertellen over deze escape room? Want er zijn heel veel escape rooms in Nederland. Maar wat maakt de onderscheid van deze escape room? Nou, wij zijn gestart in 2015 in Rotterdam. En we hebben geprobeerd om een echte beleving neer te zetten. En dat is ook eigenlijk ons doel, om mensen die bij ons komen spelen een echte beleving te geven. Wij hebben er een horror tintje aangegeven. Dus het is een spannende escape room. Sommige mensen die vragen wel eens van hoe spannend is die? Nou, dat is eigenlijk een hele persoonlijke emotie. Dus het is voor ons heel lastig om te zeggen van voor u is die heel eng en voor de ander niet. Het is gewoon een kwestie van komen beleven. Okay. En heeft het over een horror tintje, want moeten we ook bang zijn? Misschien wel. De escape room, daar zit een verhaal achter. Mensen die bij ons komen, die gaan een oud asylum bezoeken. En het verhaal gaat dat het asylum aan het eind van de jaren 40 van de vorige eeuw gesloten is vanwege allerlei enge experimenten die daar toen plaatsvonden. Het is tientallen jaren heel erg rustig geweest rondom het gebouw. Alleen de laatste tijd steken er steeds vaker de geruchten de kop op dat het niet pluis zou zijn daarbinnen. Iets of iemand is weer bezig. Ja, niemand weet er echter het fijne van. En ja, mensen zijn nieuwsgierig. Is dat nu waar wat er gezegd wordt? Of zijn het alleen maar domme kletspraatjes? Mm-hmm. Nou ja, uiteindelijk gaan mensen toch een kijkje nemen in het gebouw. Maar ja, dan als ze eenmaal binnen zijn, dan gaat het fout. En dan moeten ze er weer uitzien te komen. En maar hopen dat dat lukt. Okay. Want zelfs voor mij is het ook de eerste keer. Wat zou je aan mensen als ik willen doorgeven, meegeven voordat ze beginnen met het spel? Een tip, ga goed zoeken. Dat is eigenlijk de clue. Als je goed gaat zoeken, ga je dingen vinden. Met die dingen kun je wat. Wat belangrijk is dat je elkaar laat weten wat je gevonden hebt. En als je ergens voor staat voor een bepaalde puzzel of bijvoorbeeld voor een slot en je bent daar bezig met proberen om het op te lossen, je krijgt het niet voor elkaar. Vraag dan ook aan een ander of die het een keer wil proberen. Het kan zijn dat je blik op een bepaalde manier staat en dat je er niet meer van afkomt. Terwijl als een ander instapt, het kan zijn dat diegene op een andere manier ergens naar kijkt en dan wil dan wel eens de oplossing geven. Nou, we zijn nu bij een hele andere ruimte aangekomen. Na de enge escape room kunnen we lekker losgaan met verf. Ik sta hiernaast.
Christel. En kun je wat meer vertellen over deze ruimte? Ja, ik wilde naast de escape room ook een wat meer ontspannende activiteit aanbieden. En zelf ben ik heel erg creatief, dus ik wilde heel graag iets met verf doen. Maar dan iets minder als een workshop, maar meer echt iets vrij. Dus vandaar dat wij nu een splatterroom hebben opgezet. Waarin mensen zichzelf even helemaal los kunnen laten gaan met verf op van alles eigenlijk. Op de muur, op schilderijen, op, nou, noem maar op. En mogen ze dan hun eigen foto meenemen? Ja, ze mogen bijvoorbeeld de foto van hun ex meenemen. Om ja, die lekker gaan. Ja, om die lekker vies te maken. Of ja, verzin maar iets. Het mag allemaal. Nou, we zijn alweer helaas tot het einde gekomen. De schilderijen worden ingepakt. En nu nog het laatste woordje van Nicolette en Christel. Hebben jullie nog wat mee te geven aan de culturekijkers? Nou, ik hoop dat jullie nieuwsgierig geworden zijn naar onze escape room. En dat jullie ook de splatter room een goed idee vinden. Jullie kunnen ons vinden op het internet. www.truescape.nl. En voor de splatterroom, Chris? Splatterroom.truescape.nl. Nou, dank jullie wel, dames. Ja, wij vonden het fijn dat jullie hier waren. En nou, wie weet, misschien zien we jullie nog een keer langskomen. Ja, wij vonden het ook heel fijn en heel spannend. En ik zou zeggen, voor de mensen die het nog nooit hebben gedaan, het is zeker de moeite waard. Wil jij, net als Christel en Nicolette, jouw bedrijf promoten? Meld je dan aan via cultoeren.com en wie weet komen wij bij jouw bedrijf langs.